9 Flevolandse ondernemers maken kans op de titel Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar. Die verkiezing wordt sinds 2012 georganiseerd door het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen. En dat doet de organisatie om het vrouwelijk ondernemerschap in de provincie onder de aandacht te brengen. Ja en natuurlijk om vrouwen een podium te geven. Nou, thema is dit jaar dan ook zichtbaarheid. De verkiezing kent drie categorieën: manager, MKB en zelfstandig professional. We praten met alle negen genomineerden. Wie zijn ze? Wat drijft ze? Vandaag de laatste: Jolanda Seton, is van Seton, Sales en Advies. genomineerd. In de categorie zelfstandig professional. Goedemorgen, Jolanda. Goedemorgen. Jij ja, zit al heel lang in het vak, hè, in de sales 25 jaar. Hoe begon dat? Ja, al 25 jaar lang, hè. Nou, tijd vliegt, uh, hè? Ik ben bij de farmaceutische industrie begonnen. Uh, ik heb een HBO-opleiding maatschappelijk werk gedaan. Dus dat heeft oh, eigenlijk... dat is heel wat anders. Ja, maar ook weer niet, hè. Oh. Uh, uh, je leert veel gesprekstechnieken, je leert uh, naar mensen luisteren. En dat is volgens mij hetgeen wat je ook in sales heel erg nodig hebt: hè? luisteren naar mensen. Dus uh, ik ben eigenlijk, ja, ik vond het, nou, het klinkt niet aardig, maar voor mij toen nou, te soft. Ik wilde dat eigenlijk gewoon nog niet. Ik wilde meer uh, nou, ja, het commerciële kant op. Dus uh, zo kwam ik bij de farmaceutische industrie terecht. En dat is natuurlijk wel echt, ja, keiharde sales, om het zo maar te zeggen, Amerikaans. Ja, het moet uh, gewoon 13... verkocht worden. Ja, dat moet gewoon verkocht worden. Ja, precies. Ja. En uh, Target en, uh, nou, mm -hmm. je moet overal voldoen. Ja. Daar heb ik 13 jaar heb ik dat gedaan, uh, met veel plezier, want uiteindelijk. Bij artsen heb je ook te maken met een gunfactor. En hey, je moet natuurlijk echt wel verstand hebben waar je het over hebt. Uiteindelijk gaat het ook echt om de relatie. Uh, na dertien jaar ben ik uh, um, uh, ons cateringbedrijf ingediend. Ben mede-eigenaar geworden van ons cateringbedrijf? Ons. Dat is van mij en van mijn, mijn, mijn ja. ex-partner. Okay. Um, dat heb ik zeven jaar gedaan. Zeven, acht jaar gedaan. Helaas gingen we toen uit elkaar. Maar daar heb ik natuurlijk ook sales gedaan. Uh, ja. uh, we zorgen dat ik het gezicht werd van het bedrijf. Uh, nou, dat heeft ons geen windeieren gelegd. Mooi. En vervolgens uh, zijn we uit elkaar gegaan, helaas. Maar was dat wel mijn moment om te denken: van, Nou, nu, nu kan ik het echt ook echt voor mezelf gaan doen. En ja. ben ik ze Sales en advies uh, begonnen. Je eigen bedrijf? Ja. ja vier jaar geleden. En ja. hoe is dat? Ja, super. Ja, ik, uh, ik geniet er uh, echt elke dag van. Ik vind het heerlijk om te ondernemen, um, ja, te, te bouwen aan iets, uh, mensen ook echt te helpen. Um, dus ja. Ja, ik ben daar uh, nog elke dag heel erg blij mee dat ik dat, uh, dat, ik dat gestart ben. Ja, ja, ge wat, hoe gaat het? Zit er wat groei in? Ja, enorme groei. Ja, oh. ja heel bijzonder is dat. Toen ik dat, uh, toen ik dat begon, dacht ik van... Oké, okay, uh, ik heb best wel een behoorlijk netwerk in Almere. Ik ga mij uh, meer in Almere, op Open Almere richten. Want ons cateringbedrijf zat in Diemen. en Wij woonden in Almere. Mm -hmm. Wij gingen eigenlijk altijd weer... Nou ja, ook weer die brug over, hè. Zo van, nou, uh, wij deden alles in Amsterdam of Diemen. Almere, daar woonden we eigenlijk. Dus toen ik ze ons sales en advies startte, dacht ik van... oh, ik ga me richten op, uh, op Almere, Flevoland. Ja. He, want waarom werken we hier nou niet veel meer met elkaar samen? Want we hebben hier eigenlijk alles, hè. En alles hier bedoel ik eigenlijk ook gewoon heel Flevoland. We hebben hier alles. En waarom ja, blijven we dan toch zo'n beetje zo die Calimero? Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ik dacht, ik ga me richten op, uh, op Almere in eerste instantie. En vervolgens... Uh, ja, moet ik zeggen, heeft dat veel meer uh, ja, impact gekregen... dan ik in eerste instantie natuurlijk voor ogen had. Doordat ik die directeursfunctie bij de VBA uh, kreeg. Um, de VBA? De, v de Vereniging Bedrijfskring Almere. De grootste onder bedrij uh, ondernemersvereniging van Almere. Mm -hmm. En ja, daar heb ik natuurlijk nog meer podium om ervoor te zorgen... dat ik ja, kan zorgen dat ze in Almere, in Flevoland... meer met elkaar gaan samenwerken. Dat die eilandjes weggaan, dat ze... Uh, ...zichtbaarder worden, dus uh, ik kan niet... Jij moet af en toe gewoon nee zeggen tegen mensen. Zeker, ja. ja. ja maar maar is, wat ja. doe je nou in het dagelijks leven? Belt, uh, wie belt jou op voor welk klusje? Ja, dat is echt heel wisselend. Ja, dat zijn uh, CEO's van grote bedrijven. Die vragen aan mij van, Joh, wil jij ambassadeur worden van ons bedrijf? En ambassadeur houdt eigenlijk gewoon in... ...zorgen dat het bedrijf zichtbaarder wordt... ...en dat hij aan tafel komt bij, uh, bij andere bedrijven. Hè? Dus gebruik maken van het, van het netwerk... Um, het zijn uh, andere bedrijven, kleinere bedrijven, die vragen van Jolanda, ik, ik wil uh, mijn sales verbeteren, ik wil uh, zichtbaarder worden, kun jij me daarbij helpen? Dat. Um, ik word gebeld door de gemeente, omdat de gemeente meer wil gaan samenwerken met, uh, met de ondernemersvereniging, omdat ze elkaar gewoon belangrijk vinden en we hebben elkaar gewoon nodig. En het, het, varieert, ja, het varieert heel erg, maar het heeft alles te maken met sales zichtbaarheid. Juist. Uh, ja. Bouwen aan de stad. En die eilandjes. Ik wil heel graag dat we gewoon een grote, sterke provincie worden. Ja, want de klanten die jou bellen, die zitten met een probleem. Ik ben te weinig zichtbaar of ik draai te weinig omzet. Ja, zo simpel is dat. Nou coach je ook directeuren. Toen vroeg ik me af, laten ze zich die wel een beetje coachen. Dat is wel een goede. ja. Nou ja, ze bellen haar op. Nou ja, soms bellen ze en soms denk ik van, nou, je mag het wel gaan doen. Maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Uh, natuurlijk, ondernemers zijn uh, uh, ja, over één kam geschoren. Is dat, natuurlijk, ik kan, dat kan eigenlijk niet, maar goed. Uh, over ja, al, ja, wat, eigenwijze, wat eigenwijze mensen. En denken mm -hmm. natuurlijk gewoon hetgene wat ze doen, dat ze het goed doen. Maar ze zijn ook wel alleen. Hè? Ze zijn, uh, ja, je bent eigenlijk ook wel alleen. Je kan niet zo heel makkelijk overleggen met andere mensen. Van joh hey, wat ik doe, doe ik dat nou goed? Ja. En dat is wel. Um, ja, zo voel ik dat wel. Ik, ik ben een sparringpartner voor ze. Ze leggen hun problemen bij mij neer, uh, vragen mij van, joh, hoe kijk jij dus naar... Ik kan ze natuurlijk niet met alles helpen, dat is helemaal niet waar. Nee, want dat vraag ik me af. Ze moeten het nee. wel van je aannemen. Lukt dat ja. altijd? Nou, soms wel, soms niet. Maar hey, het is ook niet één berg van directeur. Hè. Het is, uh, okay. Dat komt. Dat is één van mijn werkzaamheden. Ik ben bijvoorbeeld ook interim manager bij een, uh, bij een bedrijf. En uh, deze meneer ja, die vindt het niet zo makkelijk om met zijn werknemers om te gaan. En dan nou, ben ik zijn sparringpartner. En vervolgens help ik hem van, ja, met de juiste processen. Maar ook nou ja, zorgen dat ik de, de lijm tussen hun ben. Oh, ja. En, ja. Maar hoe ja. komt dat? Je zei dat die directeuren zijn soms zo alleen zijn. Oh, ja, Slowly at the top, iedereen kent dat liedje. Maar waarom is dat? Waarom komt dat? Ja, dat ik heb dat zelf ook wel zo ervaren. Ja? Um, Toen je met je catering zat? Ja, met catering, ja. ja Wij hadden uh, ongeveer 20, 20 werknemers. En ik had natuurlijk mijn partner waar ik wel mee kon sparren. Daarom? Ja, dat. Maar um, het is moeilijk om met je vrienden hierover te praten, want die snappen dat niet. Ja, het, ligt natuurlijk, het ligt er heel erg aan. Hè? Als je, je ook wel, directeur van iets zijn Je dan? ziet de ja, ondernemers elkaar ook wel opzoeken, hè? Dat, uh, dat ze met elkaar praten. Maar je kunt ook weer niet, ze kunnen ook weer niet alles bespreken. Nee. Uh, dus, nee. dus dat wil je dan bespreken met iemand die je vertrouwt. Of uh, waar je het gevoel op dat je dat bij kwijt kan. Ja. Juist. Ja. Zeg, als ik dat zo hoor, al die verschillende, uh, nou ja, toch wel functies, de directeuren, al je klanten. Het klinkt een beetje alsof je wel een soort kameleon moet zijn. Ja. <laughs> een kameleon, daar ben ik wel. Ja, ik kan wel echt wel met heel veel mensen uh, goed opschieten. De, tenminste, ja, het is een beetje gek om dat van jezelf te zeggen, maar dat, dat, dat gevoel heb ik wel. Hè? Mm -hmm. um, uh, maar ja, aan de andere kant heeft het allemaal wel één. Uh, en hoe zeg je dat? Eén uh, component. En dat is ja de, de, de sales. Ja. Ja, hoe verbeter ik mijn sales en hoe doe ik dat? En dat, dat zit hem in, een heel, uh, ja, in, in contract voor, je, voor een klant zijn neus neerleggen of zorgen dat je een relatie opbouwt, dat je de gunfactor gaat krijgen. Uh, dus uiteindelijk lijkt het allemaal heel verschillend, maar dat is het niet. Het heeft allemaal wel heel veel met elkaar, met een, die ene component te maken. Ja, nou zei je net, uh, ja, ik moet uh, wel af en toe nee verkopen. Uh, ga je mensen aannemen, ga je echt groter worden? Ja, lastig, dat is, ja, dat is ik heb natuurlijk wel ervaring mee, hè, met werknemers. Uh, ja, aan de ene kant denk ik van, nou nee, want Uiteindelijk gaat het wel om mijn persoon, snap je? Ja. Het is heel moeilijk om iemand als ze mij bellen van Jo, Jolanda, ik wil met wil dat jij mijn sales verbetert, of ik wil je zichtbaarder worden, of ik wil met jou praten, of dat uh, kan ik niet door iemand anders laten, laten doen. Dus ik, ik weet, nou, vooralsnog uh, niet. Nee. Vooralsnog Blijf je in één pitter? Hoe schat je ja. je kans in morgenavond? Kom je op het grote podium? Ja, nou, en we, we zijn, uh, ik denk dat we een mooie, mooie stel vrouwen bij elkaar hebben. Ja. Oh, ja, hoe schat ik mijn kans in? Ja. Ik wil natuurlijk winnen. Daarom. <laughs> en weet je, dat. ik wil ook graag winnen omdat ik denk dat ik nog veel meer kan gaan doen in Flevoland. Dus het zou een heel mooi podium zijn. Om... Ja, maar dan is het aan het einde van je werk. is je week weer veel te vol. Of je moet er een aannemen. Maar vroegen jullie net en dat wil je weer niet. Ja, maar goed, dat, dat netwerk. Dat wordt ja. natuurlijk wel echt. Ja, als je nog zichtbaarder wordt. Daar hoef ik helemaal niet zo heel veel aan te doen. Dan als, als ik dit podium krijg, snap je. Dat is nu met die nominatie natuurlijk ook zo. Hartstikke ja. mooi. Ja. Wat, ik, ja, ik wil nog even terug. Uh, hebben, jullie hebben allemaal een filmpje uh, opgenomen. Uh, ja. in aanloop uh, naar die verkiezing. Uh, en daar zei jij dat je Sylvia Toot in 19. 1985 ja. zag als jong meisje. En die werd toen de zakenvrouw van het jaar. En toen dacht jij, uh, dat wil ik ook. Hoe kom ja. je er daarbij als jong ja. meisje? Hoe, ja. kom ja, hoe kom je erop? Hoe kom je ja. erop? Nou, en ik ging dus uh, voor deze pitch ging ik eens terugkijken hoe dat wanneer dat dan was. Dan 1985? Toen ja. was ik 13? Hoe verzek ja. je dat? Nee, echt geen idee. Ik weet het echt nog zo goed. Toen was Madonna populair, was je daar niet mee bezig. Ja. Maar dat is toch wel. Ja. Ook een goede zakenvrouw. wordt. Het, dus, het, het zat er toen, en... toen al in. Dus. Ja, blijkbaar. ja, blijkbaar. En uh, ja, dat, dat toen 13 was, dat had ik nooit verwacht hoor. Nee, nee, mooi. Hè? Ja, grappig. Nou, ja. Ja. Dus, dus ik vond het wel een mooie anekdote. Dus dan kun je nu al wel heel trots zijn op waar je nu staat. Ik ben hartstikke trots dat ik nu ja. zeggen. Ja, nou, en ook, en de, hoe, en morgen, ook trots ja. dat ik echt iets kan doen kan ja. tekenen. Dat vind ik echt uh, het vooral het mooiste. Ja. Ja. Nou, en hoe het dan morgenavond uh, gaat aflopen, dat, uh, dat zien we. Ik uh, ben benieuwd. Dat zien we. Ja. Spannend hoor. Ja, toch wel? hè? Ja, ja tuurlijk. Ja, natuurlijk ja. spannend. Ja, ja. ik uh, ga ervoor. Goed zo. Dankjewel, Jolanda Ston. Uh, voor de titel ben je genomineerd Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. En dit gesprek en ook andere interviews met de Flevolandse Zakenvrouwen. Kun je allemaal terugvinden op omroepflevoland.nl gemist. En ook als podcast.